Carlo Strijk. Such a crazy love, you tear me in two. Let's stick together, baby, we'll work it out. I own it, wanna swing, come on, we'll have all night. And every time you want more, I take you out on the floor. En terwijl jij hebt je lekker uit kunnen leven. Ja. Terwijl jij nog even uitheigt, gaan wij naar Ron Brandsteder. Ja. Ik vind dit fantastisch. Want het leuke van deze show, behalve Sandra... Ah. is dat je nu heel goed ziet dat elke showmaster zijn eigen sterke kanten heeft. En je ziet dat Carlo zich als een vis in het water voelt. Hij stuwt het ballet op naar ongekende hoogte. En bijvoorbeeld een man als Willem zie ik dit niet doen. Of hij moet misschien zo'n strakke roze broek aan hebben, waardoor hij vanzelf al helemaal gaat. Maar Carlo, hij heeft er gein in en dat is belangrijk. Prima, Carlo. Ja, ik vertelde aan het begin van het programma dat wij... de mensen van de week hebben overvallen en ze hebben dus maar een aantal dagen gehad om die specialiteit voor te bereiden. En dat vind ik echt een prestatie op zich, dat wou ik toch nog even kwijt. En nu gaan we naar Willem Bol. En we gaan nu eindelijk eens uitvinden wat pogelen nu betekent. Ja, dames en heren, de vorige keer heb ik een politieke conferentie gedaan. Dat is niet helemaal goed begrepen in het land, vandaar dat ik nu ga goochelen. Ik laat even in het midden aan wie dat lag. En wij doen het aan de hand van dit gezellige kistje. De truc van het doorgezaagde weesmeisje. Ik heb die truc al jarenlang thuis geoefend met familieleden. Ik heb wat halfzusters om dat te bewijzen. Maar... ik zou graag wat assistentie uit de zaal willen hebben. Wie wil mij helpen? Nee, meneer, u bent een toneelspeler. Gaat u maar zitten. Dat is niet. U, mevrouw, u ziet er wel charmant en aardig uit. Zou u het met mij willen doen? Een applausje voor deze vrijwilligster.
Hoe was uw naam? Vonne Smit. Vonne Smit. Weet uw vader dit? Ja hoor. Dat u meedoet? Ja. Oh, nou pa, zet hem maar uit. Ze doet mee. Gezellig. Ik zou zeggen, misschien is het wel prettig als ik u er even in help. Graag. Dan laat ik zien dat ik van de opvoeding niet alleen de voeding heb genoten. Hij is leuk. Prima. Doen we even de klepjes dicht. En Ed, trap je even. Heeft u een kort halsje of niet? Gaat wel. Politiek, ik kan het niet laten, u zorgt het. Nou. Marie-Antoinette zei ook niks meer toen het mes viel, dus dat is verder geen probleem. Nou, en dan zou ik misschien nu even kunnen vragen om... Ja. Vroeger noemden ze dit de zingende zaag, maar dit is meer de swingende zaag. Oei, 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 oei. Dan gaan wij nu beginnen met het bekende doorsnijden. Ik zal het snel doen. Mijn vader is ook heel gelukkig, want hij ziet nu dat ik dus toch een opleiding heb genoten tot specialist. Zo, hij zit er helemaal in. Het is misschien wel even leuk om dat gelijk even ook de kijkers thuis te laten zien, anders krijgen we weer brieven. Ziet u? Hij zit er helemaal doorheen. Zet hem even op de rem. Gaat het nog goed verder? Ja. Oh, gezellig. Het is misschien verstandig dat ik hem in één ruk er even uittrek. Hou u vast. Ja. Althans, wat er nog van over is. Ja. Begrijpt u nu waarom ik de politieke conferentie heb gelaten? De mesjes graag. De mesjes. Gezellig. Mes 1. Staat erop, dus ik had het niet vergeten. Mes 2. Deux. Toe. Zwaai. Au, 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 au. Ja, dat komt voor als we de brief van Ruding krijgen. Roepen we dat ook? Alsjeblieft. Wij noemen hem niet voor niets, de belastingbrief van Ruding, ook een aanslag. En dan doen we hem even gezellig open. Kijkt u eens even hier. Oh, wat aardig. Een smalle broekje. Heel leuk. En daar de hand van de Nederlandse maagd. Ik heb deze truc ook een keer gedaan op de personeelsvereniging van de Eerste en de Tweede Kamer. Toen was Joris Voorhoeven zo vriendelijk om met mij dit te oefenen. Daar lag Joris voor en daar zijn hoeven. Aha. Wij laten hem even gezellig, al die accessoires. Kijk, we laten even zien dat het allemaal nog werkt. Het gebeurt nog. Het is heel gezellig. Mocht het in de showbiz niks worden, de klanten kunnen maandag bij mijn secretaresse een afspraak maken. Nou, het is bijna 31 december, dag Smallebroek. Uw armpje er maar weer in terug. Heel gezellig. En dan komen ze weer. Mes 1. Mes 2. Allee, allee, allee. Hoe doet, 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 doet. Wat een vak. Nou, dan lijkt het mij het beste dat we even kijken of het allemaal gelukt is. We doen even het halsstuk eraf. En daar is hij. Helemaal helder. Ik zet even het trapje neer. Mevrouw, mevrouw, heeft u niks vergeten? Ik heb hier nog een rijbewijs, toevallig in tweeën gezaagd, maar Nelly Smit-Koens gaat toch het autoverkeer halveren. Alsjeblieft. Dames en heren, dit was het verhaal van de Eerste en de Tweede Kamer. En ga jij even mee naar mijn kamer? Ik heb nog een paar trucjes waar ik dus met jou... Zeg. Ja. Even vertellen dat die goochelattributen, dat je die mocht lenen van Ted Lyon. Hartstikke ja, bedankt, nee, Ted. Ted, zo. Okay. Absoluut. Wij gaan voor commentaar naar Berend Boudewijn.
Nou, wat ik bijzonder knap vind, dat het in 3 dagen tijd is geleerd. Het aardige van dit nummer vind ik de combinatie van een ingewikkelde goocheltruc en tegelijkertijd door blijven praten en dan toch eigenlijk nog een soort politieke conferentie geven. Verzon je nou ook nog wat waar je bezig was? Ja hoor, ja. Oh, nou, maar daar kan ik niks aan doen. Dat zet Gijker maar wat bleek om zijn neus als hij dat hoort voor 31 december. Hij mag me bellen. Ja, en dan nu de specialiteit van Jan ten Hopen. Dat wordt een liedje. Tekst en muziek zelf geschreven. En dat komt uit zijn theatershow. En dat gaat over de leeftijd van 0 tot 40. En het liedje wat hij nu doet, dat neemt ons mee naar de tijd dat hij 8 jaar was. Als mijn vader en moeder s'avonds slapen, ga ik altijd even naar ze toe. Gewoon om te kijken of ze nog dromen. Ik wil zo graag weten wat en hoe. Ze hebben het moeilijk, hebben steeds ruzie. En ze zijn ook altijd moe. Moe van het leven. En moe van elkaar. Daarom blijf ik nog maar even. Hij geeft mama een zoen en iPad over zijn haar. Als ik van school kom, zit soms mijn moeder in de keuken met tranen op haar wang. Dan slep ik naar boven tot ik moet eten. Soms duurt dat heel erg lang. En dan aan tafel zonder mijn vader. Dan zijn we samen bang, bang voor de morgen en bang voor elkaar. Ik zal wel voor je zorgen, man, urenlang uit Zandam of mijn haar. Dat jullie weer van elkaar houden. Prachtig, prachtig nummer. Lisbeth, zou jij hier iets over willen zeggen? Graag. Iemand die zo in de huid kan kruipen van dat wat hij zingt, is niet alleen een groot acteur, maar een heel goed, groot mens. Ik zou zeggen, New Star is Born in Nederland, een van de grote concurrenten van ons soort zangers, staat hier dus nu op dit toneel. Het is zo perfect, zo mooi. Krijgt er nog kippenvel van. Prachtig. En dan ook nog live, zuiver, gevoelig. Eigen tekst, het is... Ik janken? Nou, dat mag je wel. Ik begon van jou te janken. Het is echt onvoorstelbaar als, nogmaals, je bent er al. Ik bedoel, als zanger. Dank je wel, Lisa. En mag ik
kandidaten erbij roepen. En dan gaan we over naar punten geven. Jan, die kreeg voor zijn specialiteit van ronde 9. Lisbeth gaf hem een 10. Berend gaf ook een 10. En Tim een 9. Een ronde totaal van 38 punten. Willem kreeg voor zijn specialiteit van Ron een 9. Lisbeth gaf ook een 9. Berend gaf een 9 en Tim gaf ook een 9. 36 punten. Carlo kreeg van Ron een 9. Lisbeth gaf hem een 9. Berend gaf een 9 en Tim gaf een 8. Een ronde totaal van 35 punten. Oh, spannend. En nu de totaalscore. Jan, 166 punten. Willem, 166 punten. Carlo, 150 punten. Oh, nou, u begrijpt het al. Ik heb het al een keer eerder gehad. We hebben twee winnaars. Althans, volgens de jury. U, want u heeft het laatste woord en iedere finalist heeft 30 aanhangers mee mogen nemen. Dus het is aan u of u zegt oké, we zijn het met de jury eens, we houden het gewoon op twee winnaars. Of u zegt we hebben maar één winnaar. Wij moeten het horen via uw applaus en u weet het, we beginnen met degene die als derde is geëindigd en dat is Carlo. Uw applaus graag voor Carlo Strijd. Kreeg van u 140 punten. Dat wordt bij zijn jury totaal opgeteld. Totaal dus 290 punten. En dan nu uw applaus voor Jan ten Hope. Ja. 200 punten gaf u aan Jan. En dat wordt een totaal van 366 punten. Oh, ik kan de spanning bijna niet aan. Gaat het nog goed met jullie? Ja? Niks aan de hand. Oké. Bent u het wel of niet eens dat we twee winnaars hebben? U heeft het voor het zeggen. Uw applaus graag voor Willem Bol. Officiële prijsuitreiking. En daarvoor hebben we iemand gevraagd. Een man waarmee ik 3 seizoenen samen heb gewerkt. Mijn grote vriend. Mijn eigen satéstok. Hier is Jos Brink. Samen. Ja. Oeh.
Hallo. Zo, wat leuk dat je er bent. Zeg. Krijg geen zoen van je? Ja. Nee, ik ben zo blij dat ik je zie. Zo. Ja? Moet je vegen? Ja, tuurlijk, dat hoort erbij. Hè? Hè? Wat heb je al die tijd gedaan? Ik heb je zo'n tijd niet meer gezien. Op jou gewacht, lieve. Het is zo leuk om hier in dit programma met mijn eerste vrouw te staan. Ja, sorry hoor. Het ging wat heb ik naar beneden geschoven van je? Nee, geen gang. Oh, het is het microfoontje maar. Gelukkig, ja. Ik kan ook achter je gaan staan. Nee. Nee, dit vind je lekkerder. Ja. Okay, dit vind je lekkerder, ja. Zo. Jij gaat de prijs uitreiken. Ik ga de prijs uitreiken. Ja. Zullen wij beginnen met de derde prijs? Ja. Ja? Okay, ja, dat is dus... Daar staan ze, zijn prachtig. Dat is de laatste, hè? Dat is, ja, die... En dat is geworden Carlo Strijk, en die staat er naast me. Maar... Moet je even daar? Oh, ja, ja, want anders kan ik niet dicht genoeg bij hem komen. Oh, oh. Ja. Moet je luisteren, Carlos, ze branden allemaal prachtig, maar op het moment dat ik het moet overreiken, wordt de stekker eruit getrokken en is het dus niks meer. Nee. Nou ja. En dat is namelijk symbolisch, exemplarisch voor de showbusiness. Je staat te schitteren dat het een aard heeft, men trekt de stekker eruit en het is weer voorbij. Alsjeblieft, doe er thuis een verlengsnoertje aan, want anders heb je er geen bal aan. Het staat er allemaal op, Showmasters 3 december 1988. En ik zeg dit gehele persoonlijke titel, Sandra heeft er wel niets mee te maken, maar ze zal het met me eens zijn. Ik zou het erg leuk vinden als je in een van de zes wel een dat uitzendingen mijn gast zal zijn. Oh, nou kijk eens aan. Dankjewel. De eerste aanbieding is binnen, dat is duidelijk. Dankjewel. Je bent toch 2 geworden, jongen? Ja. Ja, ik zeg net stiekem tegen je bent toch 2 geworden, jongen? Hij zegt, dat dacht ik al. Je weet het namelijk nooit, want we hebben allemaal geheime poeltjes gehouden achter in de schminkkamer. Ik ben namelijk wel geschminkt, maar die leeftijd krijg jij ook nog. Dit is de tweede prijs die je zeer verdiend hebt. Ik weet zeker, beste Willem, dat ik je hier en daar nog wel eens tegenkom. Want je bent ontdekt voor het grote publiek. En de mensen hebben je zeer naar waarde weten te schatten. En voor al die snelle grappen, als je dat nou kan doseren tot aan het eind van je leven, dan blijf je tot aan het eind van je leven een showmaster, alsjeblieft. Dank je wel. De winnaar. Sorry, Jan. Zo, ik druk dus de winnaar aan mijn brede borst. Ja. Daarom moet ik deze taak ook vervullen, want als Sandra ze doen, zou er niets van overblijven natuurlijk. Ook bij jou... Zou serieus worden, dit is dus jouw Dit is serieus. Ik ben nu heel serieus. Dit, het stekkertje is eruit getrokken. En voor jou geldt ook, er komt een verlengsnoer aan. En dat verlengsnoer mag ook weer symbolisch heten voor de rest van je carrière. Goedemorgen. Plug dat ding erin en schitter en straal als jouw eerste prijs. Ik denk, Jan... dat je het hebt gered met dat allerlaatste optreden van je. Waarmee ik de rest van je werk niet wil bagatelliseren. Uiteraard niet. Want dat zou verder van mij zijn. Maar dat laatste waarin je dus exact laat zien hoe je bent en wat je bent, hoe je denkt en hoe je verder denkt te leven, dat is het allerbelangrijkste voor iemand die aan het toneel is, voor de televisie werkt, te maken heeft met mensen, werkt voor mensen en leeft van mensen. Gewoon, en dat moet jij als psycholoog weten, gewoon jezelf zijn. Wat je ook bent, dan houden de mensen van je. En als ze dan niet van je houden, dat is dan jammer. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Nog Jos, één keer, ja, ik ga weg. Ik ga weg. Ja, nog lieve één Jos, ja, lieve ik wens jou heel veel succes. Maar ik jou ook. Met Werden Dat, je bent al met de voorbereidingen ja, bezig. Ja, 23 januari gaan we weer. En met mijn tweede vrouw ga ik met Mirna dan. Ja. Maar je kijkt maar wel. Maar ik vind het uiteraard. En je komt een keer langs ook, hè? Kom zeker langs. Ja, heel veel succes. Dag, geef. Dan mee. En leuk dat je er was, dank je wel. Dag. Dag, tante Annie. Dag. En dan zou ik graag de jury willen bedanken. Super Showmaster, Ron Brandsteder, Lisbeth List, ontzettend bedankt. Berend Boudewijn en mijn eigen Pim Jacobs. Ik hoop dat ik je volgend jaar weer zie. Fantastisch dat je er geweest was. Ik zou daarnaast willen bedanken alle mensen die achter de schermen hebben gewerkt. En dat zijn er heel wat, dat ziet u straks op de titelrol. Ik wil iedereen bedanken en met name het productieteam en Guus Verstraeten. En ik wil uiteraard de kandidaten bedanken. Alle kandidaten die hebben meegedaan. En alle showmasters voor hun inzet en hun motivatie.
En ik wens ze alle succes van de wereld toe. En dan niet te vergeten, u dames en heren, hier en thuis, ontzettend bedankt voor het kijken. Het zit erop. We hebben een Showmaster 1988. En ik hoop dat ik u volgend jaar weer terug mag zien voor de buis. Wat mij betreft, heel graag tot volgend jaar. Dag!